Yo, Gianon hier en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering 24 hier in Nederland. Heb jij aflevering 23 in China gemist, zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze gaat zien. Dat kan rechtsboven het i'tje, klik erop en dan zie jij die video verschijnen. Ben je nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk een belletje aan zodat je geen enkele video meer van mij mist. Like de video als je hem leuk vond, dislike hem als je hem niet leuk vond. Volg me even op sociale media, mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. En dan gaan we nu gewoon lekker door met de kwalificatie voor de Grote Prijs van Nederland. Nou, we zijn inmiddels aanbeland in Zandvoort. Het regent hier. Wat betekent dat het een moeilijke kwalificatie gaat worden. Maar de wedstrijd verloopt gelukkig droog. Dus hopelijk kunnen we dan naar voren toe komen in de wedstrijd. We verliezen bijna de auto bij de kombocht. De Arie Luijendijk-bocht. Dan gaan we op naar de Tarzan-bocht. Terwijl Giovinazzi een 1.22.0 laat noteren. Verstappen een 1.19.7 waren de auto daar trouwens weer bijna kwijt. We moeten ontzettend goed oppassen dat we geen fouten maken. Gewoon weer aan bij de laatste bocht van het circuit. De kombocht van het circuit is het. De laatste kombocht. En het is een P7 met een 1.21.1. 2/10 op Lance Stroll helaas. Matsushita plaatst zich gewoon voor Giovinazzi. Dat is heel knap. Nog 9 minuten te gaan in Q1. En we zijn doorverwezen naar P17. Dat is niet goed voor Q2. Dus we moeten nog aan de bak om te zorgen dat we wel doorgaan naar dat tweede kwalificatiedeel. Niemand is op de baan. Dat is heel fijn, dus we hebben geen last van verkeer. Hier gaat alles goed, gelukkig. Paars in sector 1, groen in sector 2. Waar staan we zo meteen? We staan op een P8 met paars in sector 3. Een 10e op Max Verstappen. En we zijn door naar Q2. We hebben het overleefd en nu kijken wat deze run gaat opleveren. Of die misschien al goed is voor Q3. Stroll rijdt daar gelukkig niet in de weg. Dat is heel goed. Het is wel lastig hoor. Om op deze condities de auto goed te blijven houden. P16 wordt voorlopig een P6. In Q2. Q2 zit er alweer bijna op. Nog 2 minuten te gaan ongeveer. We zijn doorverwezen naar P10. Dat is net op het randje. Dus we moeten er gewoon, ja, staan. 2/10 pakken we al op onze eigen tijd. Dat is heel goed. Nu weer, ja, nu weer 2/10. Mooi. Groen in sector 1, groen in sector 2. En het is een P8. Met een 1.20.1. We zitten voorlopig veilig. En we laten Ocon langs. Sorry, wie was dat? Dat was Ricciardo. Dat was Ocon. We zijn dus aangekomen bij Q3. Mooi om te zien dat we door zijn. We maken daar een foutje. En dat kan onze tijd wat gaan benadrukken. Omdat we een slechte exit hadden. En minder topsnelheid dus kregen. Klein beetje blokkeren, maar dat is helemaal niet erg. Russell zet een 1.20.6 neer. De snelste tijd tot nu toe.
hebben echt moeite om de auto recht te krijgen. Hamilton laat een 1.19.6 noteren. Verstappen een 1.19.3. En wij noteren een 1.20.1. Geen 1.19.9, een 1.20.1. En dat brengt ons op P4. Lichte regen blijft hier nog voor 20 minuten. Het is inmiddels P6 geworden. Kijken of deze run ons wat oplevert. Want dit is de laatste run in Q3. Groen in sector 2, we maken een fout. En dat betekent dat we geen tijd meer kunnen rijden. Want de klok gaat zo... Jezus Christus, de klok slaat of gaat... Het is gaat zometeen op nul. De klok gaat zometeen op nul. Ja, nu zeg ik het wel goed. Geen foutje van mijn gebrekkig Nederlands. Dat hebben jullie volgens mij niet gehoord. We gaan verder met de video trouwens. Wat wou ik zeggen? Ja, geen tijd meer. P6 wordt een P7. En waar staan we? We staan op P9. Maar we pakken wel George Russell. Dat is goed. Albon op pole. Verstappen naar P2. Hamilton naar P3. Dus dat belooft nog wat voor in de wedstrijd. Wij starten dus als P9. En dan gaan we gewoon kijken of we ook punten naar huis kunnen rijden voor mijn thuiswedstrijd. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 24 hier in Zandvoort. For years, the passionate Dutch fans have been easy to find trackside at races across Europe and throughout the world. Now, at long last, they have a Grand Prix to call their own. It's a warm welcome once again to all of our viewers in the Netherlands and around the globe as we get underway for the Dutch Grand Prix. Zandvoort circuit, 14 corners, 10 to the right and 4 to the left, with plenty of steep camber and elevation changes to keep our drivers on their toes throughout a 2.6 mile lap. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Alexander Albon put in a great lap yesterday and he'll start from pole position. And Max Verstappen lines up alongside. Considering the rest of the grid, we have Hamilton, Bottas, Sergio Perez, and Vettel, Stroll, Leclerc, the Professor, and George Russell, Ricciardo, Gasly, Carlos Sainz, and Norris, Ocon, Matsushita, Antonio Giovinazzi, and Kevin Magnussen. De Vries, Latifi, Kvyat, and Romain Grosjean sits at the back of the grid. It's almost time for those 5 red lights to go out. Then let's see who can prevail to... We zijn op de grid en dan gaan we ons gewoon voorbereiden op de wedstrijd. De strategie medium hard. We staan op P9 bij de wedstrijd in Nederland. En we zijn onderweg. En we komen goed weg. We kunnen helaas nergens naartoe, want dan Stroll blokkeert ons pad. Daardoor kan George Russell naar die binnenkant kijken. Stroll blokkeert gewoon beide voorbanden. We komen helaas op die curbstone terecht en kunnen Charles Leclerc hier niet aanvallen. Kijken wel naar de buitenkant. Als dat lukt. Dat lukt niet. Jammer. P9 nog steeds. Geen posities verloren of gewonnen. Dat is goed. We rijden trouwens op de medium band. De rest rijdt op de soft banden. Leclerc maakt een foutje. We kunnen helaas niet aanvallen. Russell daarentegen valt wel aan. Maar hij moet die strijd even staken voorlopig. Want hij kan hier wel terugkomen. Zit daar aan mijn buitenkant. Ronde nummer 2. En weer op hetzelfde punt zit Russell aan de buitenkant te kijken. En we laten hem voorbij. We hebben wel last van de vieze lucht, want Pierre Gasly kon daar gewoon kijken. Maar wij gooiden de deur daar dicht. Max Verstappen zit een 1.12.0 neer. Snelste race ronde tot nu toe. En wij noteren een 1.14.3.
DRS beschikbaar en wij rijden wel naar George toe. Dus Russell moet nu wel gaan pushen. Anders gaan we die positie weer innemen. We hebben wat tijd verloren van de auto achter ons. Dus ronde nummer 4 inmiddels. En Gasly kijkt daar naar die buitenkant. Maar die aanval mislukt. Volgens mij heeft Lance Stroll een probleem. Hij houdt daar de beide Ferraris op. En het gat naar Perez is dat best wel groot ten opzichte van Lance Stroll. We moeten overtake gebruiken om er langs te komen. Alleen dan moeten we wel iemand voor ons hebben die binnen 3/10 van een seconde zit. Anders heeft het helemaal geen nut. Ronde nummer 6 en nog steeds rijdt Lance Stroll. Die leidt dat groepje terwijl Russell een fout maakte. Ik zag dat. Zit er hiernaast. Bij de kombocht. We laten hem staan. En een mooie inhaalactie. Op een plek waar je het niet verwacht. En Russell is weer terugverwezen naar P10. Heeft daar ook gelijk Pierre Gasly achter zich. Dus hij moet even gaan opletten. Russell zit weer te kijken. Kijk naar die buitenkant. Duwt ons gewoon opzij. Maar blokkeert een band. En dus kan Gasly weer aanvallen bij Russell. Sebastian Vettel en Charles Leclerc zijn van ons weggereden. Het gat is nu 2,1 seconden. 1/4 langzamer. Dat zegt wel wat. Dus we moeten gewoon blijven pushen tot onze laatste pitstop. Gasly zit maar op 19e achter ons. Nu is het Daniel Ricciardo die een aanval doet voor die P9. We blokkeren hem, maar het is niet gelukt. We remmen diep en laat naar hem toe en pakken hem terug via de buitenkant. Dat is heel goed gedaan. Er zijn nog 26 ronden te gaan, dus de wedstrijd is nog behoorlijk lang. Volgens mij is er nog niemand naar binnen gedoken. Interessant. Een halve seconde hebben we, 3/10, geen halve seconde. 3/10 verloren we met onze laatste raceronde. We maakten daar weer een klein foutje en Ricciardo zit weer te kijken. We hebben een waarschuwing gekregen van de FIA vanwege het toucheren met Ricciardo. Beetje overdreven om daar een waarschuwing voor te geven. Had dan gewoon niks gegeven, maar goed. Het is wat het is. Niemand duikt nog naar binnen. Interessant. Ook knap dat die softbanden zo lang mee kunnen, want dat had ik niet verwacht. Vettel dus naar binnen. Russell naar binnen. En Perez en Hamilton naar de harde band. Oké, dus die gaan de wedstrijd hierop uitrijden. Ronde nummer 14. En wij duiken nu naar binnen om Russell te coveren. Norris en Leclerc gaan ons sowieso voorbij. Vettel trouwens ook. Matsushita gaat door. Waar is Russell? Die komt nu aan bij bocht 1. Daar zit dan ook Gasly. En we komen achter Russell de baan op. En vlak voor Pierre Gasly. Weer terug de baan op. Maar helaas achter George Russell. Dus die overcut heeft niet gewerkt. Ronde nummer 16. Russell gaat verdedigen. We moeten even oppassen dat we niks raken. En P14 is weer van ons. Gasly heeft gelijk geprofiteerd en is naar P15. Heeft Russell verschalkt. Heeft een snelste racehonderdpunt in handen. En rijdt ook op die softbanden. 2 compounds zachter dan mijn band. Gasly kan hier niet aanvallen, want wij blokkeren hem.
heeft daar wel een voorvleugelschade. Hij heeft ons geraakt op het rechter achterwiel. En moet volgens mij naar binnen voor een nieuwe neus. Als ik dat goed zeg. Groen in sector 1 en 2, dat is heel goed. Waar is Gasly? Die is naar binnen gedoken. Dat is jammer voor de Fransman, maar ja, hij raakt ons op het achterwiel. En ik ben dan niet schuldig, vind ik. Ronde nummer 20 inmiddels. Er zijn nog 16 ronden te gaan in de wedstrijd. Dus het schiet al lekker op. We rijden op dit moment op een P11. Net buiten de punten. En Russell op P12. Het gat is 1,1 seconde naar George. Dus we moeten nog even doorknokken om naar Vettel toe te rijden. Dat gat is 4,9 seconden. Ongeveer 4,8 seconden. Laat ik het zo zeggen. Russell zit nu wel in mijn DRS gedeelte. Dus dat belooft nog wat voor het einde van de wedstrijd. Groen in sector 2, 2000ste sneller. Ronde nummer 22. We maken een klein foutje. En Russell profiteert. Is er voorbij. We vallen hem hier terug aan. Hij blokkeert zijn rechter voorband. En hij schrok gewoon van ons. En we zijn weer terug naar P10. Omdat volgens mij iemand naar binnen is gedoken. Maar ik weet niet wie. Volgens mij is het Carlos Sainz. Dus dat beloont nog wat, want hij rijdt op een verse set mediums. Inmiddels ronde nummer 23. No need to worry about tire condition for now. Everything's looking good. Alles ziet er goed uit bij de banden, maak je daar maar geen zorgen over, zegt Jeff of adviseert Jeff. Hij geeft dus aan, je kan gewoon lekker hard pushen. Mooi, helemaal top. We maken weer een fout. Schoten daar iets te ver door. En Russell valt opnieuw aan. Dit keer aan die binnenkant. We laten hem staan bij de buitenkant. En hij is er nog niet voorbij. Er zijn nog 12 ronden te gaan in de wedstrijd. Dus het zit er eigenlijk alweer bijna op. Norris duikt naar binnen. Voor de softbanden. Interessant wat hij gaat doen. Dan gaat hij voor een laatste sprintrace, sprintgedeelte van de wedstrijd gaat hij. Dus dat belooft toch wat. Ronde nummer 31. Het is geel. Bij sector 2. Er is daar iets gebeurd. Een Alfa Tauri rijdt daar langzaam. Is dat Danny Kvyat? Nee, het is Gasly. Pierre Gasly uitgevallen in de wedstrijd. Het is de eerste uitvaller van de dag, denk ik. Ik zie er wel een klein beetje door. Maar Russell kan niet aanvallen. We rijden trouwens wel op P9 en P10. Dus dan moeten we zo volhouden. We pakken een dubbele puntenfinish voor Schaven Racing. Wat fantastisch zou zijn. Maar er zijn nog 4 ronden te gaan. En in die 4 ronden kan er nog alles gaan gebeuren. Dus het kwaad is hier nog niet verschiet. Gele vlag, dat komt vanwege Gasly die daar stilstaat. En we moeten zorgen dat Russell ons niet terug aanvalt, want dat zou verboden zijn bij de regels. Groene vlag, we kunnen weer verder racen. En Russell kan niet aanvallen. Vond je deze video nou leuk, beloon dan vooral met een like. Vond je hem niet leuk, dislike hem dan. Ben je nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. De 80 abonnees komt steeds dichterbij. Dus ben je nieuw? Vergeet dan zeker niet op die rode knop te drukken. Schakel ook lekker het belletje aan. Zodat jij geen enkele video meer van me mist. Volg ik even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Terwijl Russell een aanval doet voor die P9. Kijkt weer naar die buitenkant. Maar dat mislukt. En dus gaat Carlos Sainz voor dat
gat dat er gewoon is. En Russell is doorverwezen naar P11. Geen dubbele puntenfinish voor Schaven Racing, maar een enkele puntenfinish voor Schaven Racing. Oei, 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 oei. Russell, wat doe je nou? En Sainz zit te kijken. Valt aan die binnenkant. We raken de Spanjaard. Sorry, de Spanjaard raakt ons. En hij moet nog even wachten. Er zijn nog twee rondes eraan, inclusief deze. Ik denk dat we het volhouden, maar het was net even spannend met Carlos Sainz. Maar we hebben het gered. Mooi. Max Verstappen als winnaar. Sainz kan niet aanvallen. Ik vertraag hier even expres om te zorgen dat Russell misschien nog dat punt kan pakken. Dat kan hij niet pakken. Jammer, George. Wij pakken dus wel een P9. Gewoon een goede wedstrijd gereden. Een ja, soort van saaie wedstrijd. Geen posities gewonnen of verloren. Dat is gewoon goed. En dan gaan ze opmaken voor de volgende wedstrijd in Spanje. Red Bull pulling out all the stops today. What a great win. Anthony Davidson, what helped them deliver this result, do you think? I think that smart tyre management on track and very smooth driving definitely assisted in their victory today. That combination meant they got the absolute maximum out of their tyres at all times. Red Bull put up an outstanding fight for the front position today, and it's great to see it paid off for them. They do so much for the sport that you can't help but be delighted by today's race win. Hierbij dan dus de uitslag. Max Verstappen pakt een thuisoverwinning door Albon te piepelen. Wij dus naar P9 en we zakken naar P5 in het klassement en nog steeds P3 in het constructeurs. Dus we moeten gewoon nergens zorgen over maken. Verstappen krijgt driver of the day en Russell stelt teleur met een P11. Zakt ook een positie en gaat naar P7, Perez dus tussen ons in en Verstappen pakt ons en Bottas zakt terug. Nou, weer terug bij het oude. Dit was dus de video, mensen. Ik hoop dat je genoten hebt. Heb jij genoten, beloon het met een like. Heb jij niet genoten, beloon het dan niet met een like, maar met een duimpje omlaag. Abonneer als je nieuw bent op mijn kanaal, schakel ook lekker het belletje aan, zodat jij geen enkele video meer van mij mist. Reageer wat er verbeterd kan worden. Of reageer wat jij ervan vond van deze video. Volg me even op de sociale media. Mijn gebruiksnaam staat in de beschrijving. Dit was het journal, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Career Mode. Ga verder in Spanje.